Ik heb de vorige video afgesloten met een beetje een cliffhanger. En dat is natuurlijk dat er een zandstorm was. Heb je die video nog niet bekeken? Ga dan eventjes naar de link in de beschrijving. Oh, wat ga jij doen? Ik zie je oogje wel een beetje naar dat hek kijken. Dat kan niet. Oh, 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 doe die deur dicht. Doe die deur dicht. Het begint al meteen zo crazy. Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet met zo'n jeep naar binnen die hele poort openmaken? Terwijl er een dino naast staat. Wacht. Deze is gewoon aan het chillen op het pad. Hoezo wordt hier geen groot ding van gemaakt? Dat heb ik echt nog nooit gezien. Snel. Deze moet opnieuw worden gebouwd. Gate. Gate. Even eerst een gate rebuilden. Die wordt dan opnieuw gebouwd. Oh. Oh, we hebben ook geen fuel meer. Resupply, dat kopen we even terug. Dat is 500k voor één generator. Waarom zitten we ook nog op generators? Dat is echt totaal niet handig. Take off. Er lopen trouwens wel echt heel veel medewerkers hier. Wat gebeurt hier nou? Oh, iedereen redt weg. Hij is mensen aan het aanvallen. Oh, crap, 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 crap. Aim mode. Hier. En... Funk. Oh, zag je die juke? Hé, hé, hè? Wat gebeurt er? Ik werd eruit gegooid. Hij is kast... Nee, hij is mensen aan het eten. Nee, oprecht? Hier liggen lijken mensen. Oh, jemig. Gaat alles goed hier beneden? Waarschijnlijk zijn ze aan het slapen. Die mensen liggen ook echt over elkaar. Ik wist niet dat dino's ook echt mensen doden in deze nieuwe. Dat was vroeger niet volgens mij. We got him. Oh my... Je kan gewoon... Er kunnen mensen doodgaan in deze nieuwe game. Dat kon volgens mij vroeger niet. Ik weet niet, ik vind dat echt grappig. Oké, als het goed is, is de enclosure weer gerebuild. Yep, de arrival point werkt ook weer. En dan is iedereen nu safely enclosed. Waar zijn de dino's hier eigenlijk? Oh, die zijn hier allemaal aan het viben bij elkaar. Oké, all good, all good. Zijn jullie ook nog blij? 100% comfort. Ook 100%. Oké, dat is mooi. Oh, we gaan dus nu naar de volgende campaign. Oké, naar Washington. Nou mensen, here we go. Ik ga nu even mijn mond houden. Oh, dit is sick sneeuw. No way, that's sick. To brief you, but as you know, the situation is fluid. Our Canadian friends are concerned that many of these wild animals are getting close to their border. We'd like to prevent them from crossing it. Oh, wow, we worden echt meteen ingegooid. Oké, we moeten denk ik deze dino's tranquilizen. Alle rampaging Carnotaurus. Bam. Oh, ja, kijk, hij is de hek aan het slopen. Hey, stop eens. Stoute dino, locking on. Zeg eens eerder dat je een... Ik wist niet eens dat je een lock-on kon doen. Hoe werkt dit? Oh, volgens mij moet je dan uit aiming mode. Oh, je hoeft helemaal niet zelf te schieten, joh. Oké. Hier, lock-on. Bam. Hit. Allemaal getranquilized. Dan kunnen we nu uitgaan. Establish an operational facility containing the following. Arrival point, control center en backup generator. Oké, dat gaan we meteen even bouwen. Alleen ik weet niet waar onze border is. Ja, hou je mond maar. Ik kan lezen. We kunnen gewoon hier beginnen met bouwen. Zo. Als we die nou even allemaal zo hier naast elkaar bouwen. En dan de backup generator ernaast. Backup generator. Als we die eventjes gewoon hierachter neerzetten. Zo. Yes. Dan is dat klaar. En dan kunnen we nu gewoon baden. Hier, lekker door het midden zo. Oké, als we dat zo doen. En zo. Hoppa, kijk. Daar is alles nu klaar. Oh, crap. Ik heb die generator echt heel erg verkeerd gebouwd. Hier, deze moeten we hier zetten, zodat de hekken ook power krijgen. Oké, dus we moeten nu een response facility gaan bouwen. We hebben ook dit paleo medical facility. Dat is nieuw. Mobile vet units. Diagnose at 3 dinosaurs. Oké. Als eerst even een response facility, zodat we ook echt oprecht kunnen werken. Dus als we deze even hier neerzetten... Een pad, zo. Dan hebben we nu al een beetje een netwerk opgezet. Ik vind altijd zo leuk wanneer die dino's hun conscious liggen. Hij ligt echt zo in een ragdoll. Ik vind het echt mooi. Hier. Hier heeft een pog. Een pog. Deze is aan het constructen. Oké, okay, oh, jemig. We hebben 2,5 miljoen. Ensure the carnosaurs are awakened safely enclosured. Yep. Ja, maar zijn dit niet echt hele kleine enclosures? En hoe werkt dit stelsel ook überhaupt? Hier, ik doe wel zo. Zo, dit is één enclosure. Ik ga dit gewoon allemaal één enclosure maken. Of is dat niet de bedoeling? Nou, we kunnen het altijd nog meer opsplitsen, snap je? Hier, ik denk dat dit gewoon veel slimmer is voor de... ja, dat de dino's niet ontsnappen. Ik denk dat de kans daardoor veel kleiner is. Hoppa, beetje opschieten, beetje opschieten. Chop, chop.
Kijk, dan hebben we nu een dicht enclosure. Dit pad hebben we dan ook niet heel erg veel meer aan. Dit kan dan gewoon weg, want dit is helemaal niet meer hoe het werkt. Ik weet dan niet wat we met dit pad gaan doen. Maar wat ik wel weet, is dat we even een gate gaan neerzetten. En die zetten we hier neer. Oh, deze is al wakker, joh. Oh, ik denk dat ze alleen wakker worden als je zo doet. Kijk hier, let op, hè. Hier is... We huren even een hele transporthelikopter in om een metertje te verplaatsen. Waarschijnlijk gaan ze hem ook helemaal naar boven tillen. Hier, let op, let op. Ook die flare die er letterlijk naast ligt. Wat? What? Ja, maar oké, dat is niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld. What? Daar kan ik niet heel erg veel aan doen, nee, lieve schat, lieve Carnotaurus. Jij houdt wel heel erg veel van de drugs, volgens mij. Ja, er is ook helemaal geen data available. Ja, deze loopt nu ook los. Zolang we er maar eentje in hebben, want dan kunnen we een status check performen. Dat is een beetje het enige ding wat ik nu wil. En hoe ligt deze los? Danger to guests. Hij is lonely, Mr. Lonely. Volgens mij wil hij ook weer gaan ontsnappen, want hij gaat gewoon weer naar het hek toe. Wat een mad lad. Oké, wat vindt hij stom dan? Oké, hij wil meer zand en hij wil een prooi. Het komt er allemaal aan, meneer. Rustig aan. Oké, meer zand en hij wil een prooi. Fijn dat ik ook zeg maar een message krijg. Oh, hier, ja, live prey. Oké, deze leeft. Als we twee preys doen en dan gewoon een hele zoot aan zand... Ik snap niet waarom je zand nice vindt, man. En we zitten ook echt letterlijk in een sneeuwgebied. Dat is niet heel handig. Alleen in het hoekje heb je sneeuw zitten nu. Ben je nu blij? Even kijken. Hier, kijk, zand is perfect. Open space is perfect. Water mag iets meer. Oh, dit is een minimale area. Dan kunnen we nog wel eventjes uitbreiden. Hier. Bof komt dat je bent. Dan gaat zijn comfort ook naar onder door de population. En dan heeft hij ook een iets grotere space. En dan zou hij als het goed is niet moeten ontsnappen. Oké, als we ook al eventjes een pose maken. Wow, hij is echt... Wat deed hij? Volgens mij rende hij rond en was hij een vlinder aan het volgen of zo. Hij was echt zo helemaal met zijn hoofd in de... Kijk hem zitten. Kijk hem chillen dan. Ik hou van deze beesten. Hier gewoon lekker op zijn staart. Gewoon even lekker aan het chillen. Kijk ook die armpjes. Ik zie dit nu pas. Kijk die armpjes. Kijk hoe kort ze ook zijn. Hij heeft niet eens polsen of zo. En ze hangen gewoon zo naar achter. En dan was hij net helemaal aan het rondhuppelen en vlinder aan het vangen of zo. Dit is echt mooi. Oh, het is ook echt een geitje die rondrent. Oh, dat is echt zielig. Maar als het goed is, is de comfort nu 100. Ja, zo. Yeah, boy. Ik vind het ook wel leuk dat het sneeuwt, dat je dat hier onder water ziet liggen. Dat is een beetje low effort, developers. Ensure the Carnotaurus are visible from the research viewing gallery. Oh, ze moeten allemaal visible zijn. Dan moeten we gaan wachten totdat ze erin lopen. Oké, dit is dan een beetje dead space. Oké, dit ziet er echt spuuglelijk uit. Maar het werkt. En daar gaat het om. Oké, als we dan eventjes een pad zo routen. Dat is dan echt bij de entrance. Dat lijkt me niet heel handig. Kijk, en dan kunnen ze ook zo'n beetje langs het enclosure lopen. Nou, dat vind ik een mooi pad. Search for signs of dangerous escaped dinosaurs. Oh, we gaan dus op een soort van een expeditie. En dan gaan we dus naar andere ontsnapte dino's. Of we gaan andere ontsnapte dino's zoeken. Zo te zien hebben we hier boven op ons kompas of onze radar hebben we hier een dino detected. Oh, dat is hier al. Dat is een boom. Dat is letterlijk een boom. Unknown speed. Oh, kijk. Oh, ze hebben de boom omge... Of de dino heeft een boom aangevallen. Oké, dus we gaan voor clues zoeken. Oh, dus ze zoeken zo voor sporen. Ik weet niet of dit nou echt is hoe het werkt in het echt. Oh, er is een dier. Hij zal vast wel ergens daar zijn. We zijn een beetje Pokémon aan het hunten, mensen. Wow, we kunnen driften. Look at this. Hier. Woe! Dit is sick. Tokyo Drift. Yo, dat is wel oprecht sick. Hoe lang moeten we nog rijden? We zijn wel erg ver weg. Oké. Oh, maar jeetje. Hallo? Waarom rijden we nog steeds door? Er hoort toch zeg maar nog een... Oh, dat is een planteneter vandaar. Die was ook in de vorige campaign, liep die ook nog buiten. Oh, dit is hem of niet? Nee, dit zijn die planteneters. Kunnen we ook gewoon... Oh, je remt automatisch. Wat jammer. Ik wil het even proberen, mensen. Het spijt me. Ik schrok trouwens wel echt dood toen ze gingen schreeuwen. Is dit het? Maar dat is weer een clue. Oh, en het begint ook ineens te sneeuwen. Ook echt mega hard ineens. Jemig, we zijn ineens echt twee maanden verder of zo. Oh, dat is niet handig. Het is ook al meteen echt 3 meter sneeuw. Die man is daar aan het doodvriezen op de achterkant. Wat zielig. Deze man is er echt aan het doodvriezen.
zit gewoon hier een beetje in een jackie. Oké, oh ja, hier moet hij zijn. Dit is wel echt sick. Zie die bergen. Hier gewoon aan het cruisen, snap je? Oh, kijk, daar is het, bij die heli. Er zit al een heli bij. Waarom kon die heli niet even, zeg maar, doorgeven dat die dino daar was? Oh, nee. Come on. Oh, my. Zie die soort, die oren. Ik noem hem maar even zo. Dat is wel sick. Yo, dit is een vechtmonster, ouwe. Dit is Rico Verhoeven in dino-vorm. Oh. You're effed. Schiet. Oké, go. Move. Hit. Airsoft. Wanneer je wordt geraakt. Hit. We hebben hem. Moeten we echt een heel nieuw enclosure bouwen? Want ik heb namelijk bijna geen plek. We kunnen ze ook in dezelfde enclosure stoppen en dan gaan ze vechten. Dit is gewoon een soort... gewoon een lange ballon of zo. Wat is dit voor enclosure? Nou ja, we doen het maar. We moeten ook al echt meteen klaarstaan voor een status check. Oké, nu is het done. Als we heel even snel een gator inbouwen. Sowieso heeft hij een life brain nodig. Dus die kunnen we alvast neerzetten. Hier, heel veel zand gewoon. Radius, lekker omhoog pompen. En bijna geen sneeuw. Want dat is koud aan je voetjes, hè? Oh, crap. Perform die status check. Oh, kijk. Undiagnosed Aladdimate. Perfect comfort. Hij heeft één life brain. Oh, kijk, hij vindt het goed, joh. Weinig. Het is wel allemaal net op een randje. Send MVU to perform medical scan. Oh, ren. Kijk, hij drift ook echt dat karretje. Hij zat aan het rijden voor zijn leven. Pussy, kom op, je had ervoor moeten gaan. Ik wil gewoon zien dat hij heel die auto door die hele, door de hele enclosure heen slingert. Oh ja, we moeten nu kijken of hij een ziekte heeft. Want dat stond er net, dat hij nog niet is gecheckt voor ziektes. En dat is niet handig. Oké, dit gaat echt heel amazing worden als we even dit pad verwijderen. Oké, en dan kunnen we nu zo. Hoppa, perfect. Perform a medical scan on the Alarasaurus Ranger teams. Wow, dit is sick. US Fish and Wildlife. Een vet unit. En er zit een vrouw alsof ze een tank aan het besturen is. Zo hier aan de bovenkant. Hier een man, oké. Oh, en dit zijn je scientists. Yo, dit is oprecht gruwelijk. Daar was er echt zo'n hele vehicle nodig voor alleen dit. Oh my god, dit is echt leuk om te doen. Out of the way, het is te vet. Perform a medical scan. Ik ken al deze dino-namen echt niet. Where you at, buddy? Hoe werkt dit dan? Binoculars of zo. Oh my. Oké, hier snel, we kunnen hem snipen. Bam. Injured major fracture. Ja, dat kon ik ook wel aan de buitenkant zien. Hij had echt allemaal cuts. Hij ligt daar op een open platform. Getranquilized. Wauw. Oké, dan moeten we hem even tranquilizen. Laten we dan eventjes direct control nemen van de helikopter. Of worden ze nou aangevallen? Ze worden aangevallen. Oh my god. Hé, rustig aan, grote man. Hier. Headshot. Oh nee, wacht. Ik moet hem headshotten. Oh, hij gaat voor die prey. Nee. Jawel, 100% getranquilized. Hoe is dat een ding? Stop. Eer, ik steek er nog meer in je bil. We transporten hem even snel voordat hij weer wakker wordt. 400k, jemig, voor een bot. Nou, wat gaan ze dan doen? In het gips. Ik zie het al voor me zo met zo'n roze ding. Met allemaal beterschap van je beste dino-vriend. Oké, ik wil dat wel even zien. Oh, hij wordt gewoon neergeflikkerd. Ik denk dat hij nu wel nog 3 botten heeft gebroken, zoiets. Oké, hij wordt een beetje gesproeid met water. Wat? Dit is letterlijk alleen een beetje sproeien. Treatment complete. Ja. Vehicle. Hier, de vehicle wordt geattacked. Ik moet het zien. Oh, kijk. Het glas is letterlijk geshatterd. Ja, kijk. De deur is eraf en de fender. Waarom mis ik deze ding altijd weer? Dan moet die visible zijn van de viewing gallery. Ik denk dat dit niet gaat worden, mensen. Oh, shit. Oké, we doen even zo. Niks. Go. Bouw. Dit is echt amazing. Waar is dit beest überhaupt? Oh, daar. Waarom ben je ook echt alleen maar in de woods? Terwijl je van open space houdt. Oh, kijk. Hij is even aan het smullen, hoor. Even aan het smikkelen.
Washington complete. Dan ga ik het voor nu hierbij laten. Kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later!